Waar zou jij op vakantie heen gaan? Canada? Waarom niet? De vrienden Nikki en Mary willen ook reizen. Welkom bij ons bureau. We hebben een enorme keuze aan reizen voor elk wat wils. De Malediven, Italië of misschien Australië. Wauw, Nikki, ik wil alles zien. Kun je ons meer vertellen? Ik kan je een luxe vakantie aanbieden in een 5-sterren hotel met alle voorzieningen. Hoeveel kost dat? Maar dat hadden we niet verwacht. Dit is alles wat we hebben. No, ik kan je niet helpen. Misschien kun je ons een korting geven? Oké, Nikki, laten we gaan. Fijne dag. Oh, wat een klantenkring. Gaan we echt de hele zomer thuis doorbrengen? Dat is niet eerlijk. Ik ben het niet eens met die voorspelling. We moeten iets doen. Wat als? Kom hier, mijn liefste. Ik zal een kofferhuis bouwen. Geniaal! En ik ga een rugzakhuis maken, zodat ik hem altijd mee kan nemen. Nou, bestie, laten we aan de slag gaan. Hey, Nikki, kijk eens wat ik vond. Net op tijd, Mary. Ik ben even aan het rekenen. Eens kijken. Ik zal een beetje moeten inkorten. Hey, Mary, weet jij hoe je dit ding moet besturen? Natuurlijk, bestie. Laat het me je laten zien. 1, 2 en klaar. Geweldig. Maar hoe doe je ze bij elkaar? Ik heb een idee. Probeer die lange. Geweldig. Laten we het er nu in schroeven. Nou, laten we eens kijken. Ik denk dat het perfect is. Een paar seconden en voilà. En deze gaan we van onderaf installeren. Precies. Nikki heeft de omlijsting van haar huis al. Maar er is nog veel werk aan de winkel. En het wordt met de minuut interessanter. Grote gaten boren, zoals dat. Hey Nikki, ik denk dat je dit wel kan gebruiken. La 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 la. Oh, wat een hittegolf. Wauw, we komen gewoon zo'n rollen tekort. Pardon meneer, kan ik u helpen? Okay. Je bent erg aardig. Ik denk dat ik een pauze ga nemen. Een beetje hier, daar, klaar. Oh, ik hoop dat niemand het erg vindt. Wauw, goed gedaan. Waar is mijn rol? Oh, dat is oké. Kijk eens naar deze inklapbare handvatten. Dat klopt. Ze zullen perfect zijn voor mijn hut. Steek de handgrepen in de afgewerkte gaten. Dat is waarschijnlijk niet nodig. Zet de dwarsbalk op de top. Nu is het tijd om Mary's huis te maken. Stapel de planken in een rechthoek en schroef ze aan elkaar. Niet slecht, maar nog niet perfect. Een houten plank? Dat is wat ik nodig heb. Leg het bord op de structuur en snij het overtollige weg. Netheid is mijn tweede naam. Vroom, vroom! Zonder schroevendraaier kun je niets. Klaar! Oh, dat was onverwacht. Lijm de isolatie met lijm. Maar dat is niet alles. Snij de randen bij met een Stanley mes. Kijk, het is makkelijk. Aha, daar ga je. Niets ontsnapt mijn zicht. Bevestig de bovenste deel van de frame. Dat is het. Dat ziet er behoorlijk sterk uit. Mary besloot het te schuren. Wauw, hoe interessant. Ik zou dat idee waarschijnlijk moeten lenen. Lijm de isolatie bovenop de structuur. Het Stanley mes moet zeer voorzichtig worden behandeld. Perfectioneer de vorm met schuurpapier. Wat moet ik hier toevoegen? Oh, ik heb het! Dit stuk triplex komt goed van pas. Snijd het materiaal in een paar stukken. Perfect! Bevestig het werkstuk aan de zijkant van het frame. En vergeet niet om scharnieren toe te voegen. Ga aan het werk, vriend! Bevestig het tweede deel hoger. Klaar! Het enige dat overblijft is om de achterwand te bedekken. De schroeven redden de dag weer. Wauw, dit huis lijkt zoveel op een rugzak. Maar wit is saai. Laten we het huis hemelsblauw schilderen. Het gebouw transformeert. En we schilderen de binnenkant oranje. Mary houdt van paars. Dus waarom zou je niet zomaar een kofferhuis maken? Span de stoffen rond de randen van het huis en zet het vast met een meubelnietmachine. Snel en gemakkelijk.
Ik word moe. Ik moet een pauze nemen. Wat dacht je van een beetje backstage? Okay. Makkelijk. Hier is mijn selfie-stick. Zeg cheese. Wauw, wat een coole opnames. Mm. Oh, dat is een geweldig idee. Nikki, ik ben zo terug. Het zal wel. Nou, laten we zien. Twee selfie-sticks zouden een geweldig handvat voor de koffer zijn. Yes. Nog beter dan ik dacht. Mm. We verpakken de binnenkant met groene folie. We hoeven alleen nog de juiste lengte op te meten. Het is zo mooi. En wat is een koffer zonder wielen? Dat is wat Mary denkt. Laten we het huis op de grond zetten en de wielen vastmaken. Hey Nikki, schiet op en kom hierheen. Ik kom eraan, meid. Het werkte. Wat zou ik zonder jou moeten? Een veerhaak is een prima oplossing. Nikki is de hut aan het inrichten. Versier de randen met zwarte tape. Ook moet elke rugzak een ruime zak hebben. Zet de zak vast met lijm. En lijm de flap erop. Mary kan het ook. We versieren de zijkanten met een roze lint. Tijd voor avontuur. Heldere kaarten uit verschillende landen bepalen de sfeer. Er lijkt iets te ontbreken. Oh ja, hoe kon ik het vergeten? We hebben een lange rits nodig. We repareren het met lijm. Deze koffer is net echt. En zoals het niet verloren gaat, voegen we een naamplaatje toe. Nikki heeft een verzameling van haar favoriete pins gevonden. Wauw, dit is geweldig. Hoe meer badges, hoe beter. Dit ziet er geweldig uit. Nikki lijkt blij met het resultaat. Maar het resultaat kan altijd beter. Laten we een handvat bovenop toevoegen. En zachte riemen voor het gemakkelijk vervoeren van het huis. Lijm riemen aan de achterkant van de rugzak. We voegen linten toe en maken ze vast met een schroevendraaier. Ik presenteer je een draagbaar superrugzakhuis. De muren zijn gemakkelijk los te maken en het dak gaat omhoog. En voor meer gezelligheid kunnen we een mooi gordijn toevoegen. Een niet-machine is een grote hulp. Het huis is op magische wijze veranderd in een tent. Bevestig de randen van de gordijnen aan de zijwanden. Ja, Ondertussen maakt Mary de lege plekken voor het toekomstige bed. Verbind de twee frames met scharnieren. Het vouwmechanisme is klaar. Installeer de constructie in het huis. Dat is het! En bevestig het met schroeven voor de veiligheid. Vergeet het tweede deel van de koffer niet. Wauw, het werkte! Leg de houten planken neer en draai de schroevendraaier weer aan. Het bed moet zacht zijn. Een schuimmatras is precies goed. En hoe kunnen we zonder felle accenten? Bedek de matras met rode stof. Mary houdt van al deze kleuren. Nikki's huis begint al ergens op te lijken. Alleen is het niet erg comfortabel om op de grond te zitten. Maar er is geen probleem dat Nikki niet kan oplossen. Opvouwbare poefs zouden perfect passen in het interieur. Oh, ik vind het geweldig hier. De regenboogslinky verhoogt niet alleen de sfeer, hij kan ook de muren versieren. En de heldere slinger zal pit toevoegen. Perfect! Het huis van Nikki zal echte avonturiers aanspreken. Waar kan ik dit elastiekje in neerzetten? Eens kijken. Oeps, Nikki, het spijt me. Hey. Kun je niet voorzichtiger zijn? Oeps. Mijn fout. Het kan iedereen gebeuren. Mooie accessoires. Dat is wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Mary heeft het huis alleen met de essentiële dingen ingericht. Een Hawaïaanse gitaar en haar favoriete boeken. Wauw, een vinylplaat. Wat antiek. Wat als je retro en modern combineert? Dat kan werken. Lijm een paptube op de plaat. Met een snelle beweging verandert het schattige werkstuk in een echte salontafel. Mary kan nergens heen zonder haar favoriete Troom-video's. Het zonnige dak beschermt haar tegen de hitte. Hey Mary, kijk! Vrij kamperen! We moeten er gewoon zijn! Geen minuten verliezen! Avonturen staan te wachten! De meiden zijn hun draagbare huisjes al aan het inpakken.
Laten we gaan! Het weer is prachtig. Zijn we echt op vakantie? Knijp me! Ik ben het met je eens, vriend. We verdienen het. Het is tijd om je op je gemak te voelen. De meiden hebben niets voor niets zo hard gewerkt. Een paar behendige zetten en de huizen zijn klaar om te gaan. Mary kan niet wachten om Nikki te bezoeken. Welkom in mijn rugzakhuis. Fantastisch! Ik hou van dit ontwerp. Wat is dat? Wandelspullen? Het is zo grappig en erg comfortabel. Wat dacht je van een verfrissend kopje thee? Ik zou er graag een willen. Bestie, kom op. Ik laat je mijn hut zien. Okay. Ik kan niet wachten om het te zien. Daar is het. Het kofferhuis in al zijn glorie. Zullen we selfies maken? Dit moment moeten we goed onthouden. Oh, je hebt mijn thuisbioscoop nog niet gezien? Wauw! Een nieuwe video op mijn favoriete kanaal. Ik vind het hier nu al leuk.